Hoi Breda, zijn jullie ook zo trots op onze stad? Maar waarom? En wat is er nou zo leuk en cool aan Breda? Wat vind je van onze stad? Er zijn hele mooie kerken en ze hebben veel historisch op de mooie markten. Ik vind het een hele leuke, gezellige stad en ja, ik vind het gewoon gezellig. Ik vind het veel bossen en er is veel te doen voor kinderen en heel veel groen. Hoe denk je dat Breda er in 2030 uitziet? Ik hoop dat er veel meer pretparken komen en ja, voor kinderen en dat ze leuker kunnen spelen. Hele strakke huizen die allemaal grijs zijn. Nou, heel veel vliegtuigen en dat is heel veel vliegvelden en ik denk dat Breda veel groter wordt. En hoe kunnen we onze stad nog leuker maken? Om daarachter te komen zijn we bij de presentatie van het verhaal van Breda. Kunt u uitleggen wat er vandaag gebeurt tijdens de presentatie van het verhaal van Breda? Nou, vandaag hebben we het verhaal verteld waar we het afgelopen jaar heel hard aan gewerkt hebben. En bijna 3000 mensen hebben meegeschreven aan het verhaal van Breda. En ik heb het vandaag in een fles aan mensen overhandigd. Wat is eigenlijk het verhaal van Breda? Het verhaal van Breda is eigenlijk heel groot. Maar eigenlijk in de essentie is dat we een hele leuke stad zijn om in te wonen. Dat we op een hele bijzondere plek liggen. En dat we dus kijken naar hoe we dat verder kunnen uitbouwen. Wat vindt u van het verhaal van Breda? Nou, we hebben net voor het eerst gehoord. Breda schakelstad werd gezegd. Dat vind ik best wel een moeilijk woord eigenlijk. Ik denk dat ze bedoelen dat het gaat over verbinden. En ze noemden bijvoorbeeld dat je via Breda met de trein naar Parijs of naar Berlijn kan. Dus verbinden is eigenlijk heel letterlijk daarin. Maar dat het ook gaat over mensen bij elkaar brengen, mensen elkaar laten ontmoeten. En ja, dat vind ik wel een heel goed uitgangspunt. Dat is typisch wat hier in Breda gebeurt. Mensen komen graag bij elkaar. En ik denk dat het ook goed is om Breda met de rest van de wereld te gaan verbinden. We zijn heel goed om samen met elkaar dingen in de stad te doen. Maar om iets verder naar buiten te kijken, is wel een heel goed plan. Het verhaal van Breda. Ik vind het sowieso een mooi verhaal, maar het is leuk dat het nu eens een keer is opgeschreven. En dat betekent dat we het gewoon allemaal na kunnen lezen, kunnen kijken of het klopt, of we er iets bij voelen. En dit is gemaakt door een heleboel mensen samen. Eigenlijk alle ideeën zijn bij elkaar opgeschreven en daar is nu echt een verhaal uitgekomen wat past bij de stad Breda. Ik vind het verhaal van Breda hartstikke mooi, want ik herkende mezelf daar heel erg in. Ik woon in Breda en ik werk in Breda. Ik vind het wel belangrijk dat we hierna nog gaan merken hoe dat verhaal van Breda dan daadwerkelijk tot stand komt in de stad. Hoe we gaan voelen dat we, want de wethouder vertelde dat het een schakelstad is. En dat heeft ook te maken bijvoorbeeld met waar de Breda ligt. En ik wil wel eens een betere treinverbinding bijvoorbeeld naar een andere grote stad. Dus ik vind het een mooi verhaal, maar ik vind het ook heel belangrijk dat we het ook in de stad gaan voelen. Nou, ik vond het een goed verhaal, een duidelijk verhaal ook. En het is ook heel belangrijk. We liggen strategisch goed voor de toeristen die naar de stad komen, heel goed voor de centjes. En we hebben een historische binnenstad. Breda is gezellig. Kijk maar naar de carnaval, kijk maar naar de kerstmarkt, kijk maar naar winter. Er is van alles te doen in Breda. En nu moeten we het alleen nog uit gaan werken. En de gemeenteraad moet er nog over stemmen, maar ik denk dat dat wel goed komt, Sophie. Nou, Sophie, ik vind het verhaal van Breda vind ik mooi. Het is toont hoe we met onze stad hier aan de Marikana bezig zijn met ons pad te maken voor de toekomst. Het toont hoe het ons allemaal ook verbindt. De industrie, de mensen, de carnaval. Dat toont gewoon een bruisende stad. En dat is gewoon heel mooi. Ik vind het een goed verhaal, omdat alles wat Breda is in haar geschiedenis, maar ook in haar toekomst zit daarin. Dus het betekent iets voor de mensen in de stad Breda. Dus een verhaal wat aansluit bij wat de stad ook echt is. En ik hoop dat mensen zich erin kunnen herkennen. Nou, het verhaal van Breda is natuurlijk een soort kijkje in de toekomst. En daar kijken we in wie staat er allemaal in de stad en wat gaan we daarmee doen in de toekomst. En het is een heel mooi een soort doel om naartoe te werken. Hoe willen we als stad zijn? En dat is heel belangrijk dat de stad dat heeft. Wat gaat u doen met het verhaal? Ik ben zelf student in Breda. En in het verhaal is ook echt aandacht besteed aan de student en wat daarvoor gedaan moet worden in de stad. En met het verhaal ga ik proberen om van Breda nog meer een studentstad te maken. Nou, ik ben, noemen ze cultureel ondernemer, dus ik bedenk allerlei leuke dingen die je kunt doen in de stad.
En waarbij ontmoeten sowieso al heel belangrijk is. En waarbij samenwerken heel belangrijk is. Samen met andere organisaties of met mensen uit andere steden. Dus eigenlijk voor mij, ik doe het verhaal van Breda al. Dus ik hoef er niet zo heel veel op aan te passen. Ik ga sowieso het verhaal nog eens een keer nalezen, want het is vandaag allemaal heel snel gegaan. Dus voor mij is het nog niet allemaal blijven hangen. Dus ik ga eerst eens even nalezen en dan ben ik er heel benieuwd naar van, klopt het allemaal wat erin staat? En ja, kan ik me daarin vinden? Dus ik moet nog even kijken wat ik er precies mee ga doen. Ik ga erover nadenken en ik ga ook daar over terugvertellen wat ik daarvan vind en hoe ik daar als bewoner van Breda naar kijk, naar dit verhaal van Breda. Dat ga ik ermee doen. Ik ga het ook doorvertellen, want daar is een verhaal voor. Nou, ik ga er over het verhaal van Breda heel goed nadenken. Kijken wat er nog bij moet komen, wat we aan moeten passen, hoe we het in de toekomst gaan doen. En ja, niet alleen het verhaal van Breda, als je dat daadwerkelijk wilt doen, zijn er ook centjes voor nodig. Dus we moeten met z'n allen heel hard werken, ja, om Breda nog meer op de kaart te zetten. Want we staan al op de kaart. Breda is een internationale stad. Kijk maar naar de DJ's. Kijk maar naar de creatieve sector. Wat ik ga doen met het verhaal, ik ga dit verder vertellen aan andere mensen. Trots als ik ben op onze stad, ons Breda, ga ik verder vertellen. Je ziet dat vanuit de kant van bedrijven waar ik dan in zit, dat Breda een gemoedelijke stad is. Men ziet het graag, maar dan kunnen we meer erover vertellen. We kunnen ook vertellen wat Breda het bedrijfsleven te bieden heeft. Nou, ik ben vooral bezig met mensen bij elkaar brengen om ervoor te zorgen dat ook iedereen hetzelfde verhaal gaat vertellen. Zodat bedrijven, maar ook inwoners, studenten en gemeenten allemaal hetzelfde verhaal gaan vertellen. En die moeten met elkaar aan tafel gaan zitten en bespreken van wat is de beste manier om ervoor te zorgen dat ook mensen van buiten Breda de stad leuk vinden. Waar gaat het verhaal u bij helpen? Het gaat helpen dat we allemaal hetzelfde verhaal gaan vertellen en niet dat jij iets anders vertelt als wat ik vertel, want anders weten mensen nog niet wat Breda is. Dus het helpt ontzettend om hetzelfde verhaal allemaal te vertellen, want dat is eigenlijk de kracht van iedere keer weer herhalen en dezelfde boodschap naar buiten brengen. Nou, in het verhaal is dus ook, zijn ook stukken opgenomen over studenten en hoe die hier in de stad, zeg maar, geholpen kunnen worden om wat van de stad te maken en niet alleen naar school gaan, maar ook het leven om de studie heen. Nou, ik denk wel dat wat wij al doen, in combinatie met dat dit verhaal er nu is, ja, laat alleen maar zien dat wat we doen heel belangrijk is. En ik hoop dat we daardoor nog meer steun krijgen uit de stad, van alle bedrijven, van alle mensen, van de gemeente. Dus ja, voor mij is het een heel fijn verhaal. Waar het mij bij gaat helpen is, ik denk sowieso het naar buiten brengen van de stad Breda. En daarbij te kunnen vertellen aan andere mensen die hier niet wonen, waarom Breda zo mooi en zo geweldig is. En wat is jouw verhaal? Want hoe zal onze stad eruit zien in 2030? Woon, studeer en werk jij dan nog in Breda? Mail naar redactie@chattime.nl en vertel jouw verhaal. En oh ja, chattime met 1 T. Doei!